Ik ben kracht aan het uitoefenen. Je ziet dat er ergens een kracht op werkt als je zeg maar een vervorming ziet, verandering van richting of versnelling. In dit geval zie je geen versnelling, je ziet wel een verandering van vorm. Dus ik ben hier met kracht bezig. Ik ben hem zo aan het duwen. Maar op het ogenblik dat ik die kracht iets groter doe, ik ga echt helemaal zo scheef hangen, dan zie je dat hij gaat versnellen, want hij gaat bewegen. Hé, er is dus iets aan de hand. Dat ding kan dus een bepaalde kracht weerstaan. Weerstaan. Ik wilde naar weerstand toe. Weerstand. Nou, er zijn meerdere soorten weerstand die jullie kennen. De meest bekende is die weerstand die je vindt als je gaat fietsen en je moet ergens naartoe. Je bent al te laat. Dat is de wind, zeg maar. Vandaag. Je hebt FW lucht, zeg maar. Luchtweerstand. Of je bent aan het fietsen en je banden zijn niet goed opgepompt. Dan komen die banden heel moeilijk rond. Dan heb je dus FW rol. Of je hebt een... En als je zeg maar bij een weggetje komt, dan schiet een konijn of een kat over. En dan wil je eigenlijk niet dat beest raken. Dus dan ga je remmen. En dan zul je zien dat dat ding niet voldoende F-weerstand schuif heeft. En dan misschien toch dat beest ziet, dat arme beest hier raakt. Ja? Dus eigenlijk kun je het heel simpel zeggen. Ik heb lucht. Hè? Lucht moet eigenlijk voor mij opzij, zodat ik naar voren kan gaan. Dat is de luchtweerstand. Een hele grote factor als je heel snel gaat. Die rolweerstand. Als ik iets heb wat rolt, dan heb ik een weerstand die heet FW rol. En als zeg maar die wielen blokkeren en hij rolt niet meer, dan heb ik een schuifweerstand. Nou, deze wielen zijn geblokkeerd, dus ik kan net zo goed zeg maar ook een tafel zonder wielen gaan duwen. Of die stoel gaan duwen, dan heb ik te maken met een schuifweerstand. Yes. Je hebt ook te maken met wat voor onderligging je hebt. Bijvoorbeeld als je een heuvel opgaat of het ijs. Of je hebt een ijzel op de vloer. Oké, je zegt nu twee dingen. Dus heuvel. En ook ijs. Ja. Dit zijn twee verschillende dingen. Ja, en ik ga ze allebei vandaag behandelen. Stel je voor, die stoel daar. Die daar zo in het midden staat. Het is gewoon een normale stoel, hè? Vier pootjes. En als ik die nu ga duwen, gaat het easy peasy. Hè? Dat is trekken. Dat noemen we trekken. Ja. Huh? Oh, shit. Kijk, makkelijk. Stel je nou voor, fantasie is een grote gave, grote gift. Ik heb hier eentje die echt super makkelijk gaat, want ik heb bijvoorbeeld die stukjes rubber heb ik eraf. En ik zet hem op een vlak met ijs. Dat gaat makkelijk, hè? Ja. Oké. Okay. Dus op ijs en geen rubber. Dan gaat het makkelijk. Maar nu zet ik... Op de een of andere manier krijg ik het voor elkaar. Vraag me niet hoe. Maar ik kan jullie allemaal op deze stoel krijgen. Dus al jullie gezamenlijke massa. En dat zal zo'n paar honderd zijn, hè? Kilo's, een paar honderd kilo. Ja? Duwt hier zo op die stoel zo. Naar beneden. Ah. Oké, zou het even makkelijk gaan? Nee. Waarom niet? De normaalkracht is een reactie. Maar het is, de zwaartekracht wordt veel groter. Dus eerst hebben we een stoeltje zo. 2 kilo. Dat ding dat heeft zo zeg maar een FZ. En als we hier allemaal mensen opzetten. Dan wordt FZ, die wordt een grote, dikke, mega unit FZ. Ja. Nou heeft die schuifweerstand, die heeft iets te maken met de FZ. Oké, hoe groter de FZ, hoe groter de schuifweerstand. Toch? Dat is namelijk recht evenredig met elkaar. Dus FW schuif is gelijk aan een bepaalde constante. En die constante die noemen we uit mijn hoofd mu. Okay, ik geef jullie deze even cadeau. Je hoeft hem niet te kunnen reproduceren. Hij staat wel in het BINAS. Maar dat je weet dat hoe groter dus de FZ, als die FZ omhoog gaat, gaat die schuifweerstand ook omhoog. Dus dan gaat hij wat moeilijker van zijn plek. Nou, en hoe werkt dit nou? Waarom gaat het bij ijs namelijk een heel stuk makkelijker dan bijvoorbeeld dit tapijt? Nou, als ik met de microscoop ga kijken, dan zie ik dat ijs behoorlijk vlak is. En dat tapijt, dat ziet er een beetje... Zo uit. Als ik een stoelpoot heb, dus dit is ijs, zeg maar.
als ik hier een stoelpoot heb en die stoelpoot die ziet er van achteren ook zo uit, kleine puntjes op iets heel glads, nou dat glijdt wel hè. Maar nu, als ik die stoelpoot zo hierop zet, zo, stoelpoot grof, ondergrond grof, en dat haakt zo in elkaar en dat geeft een grote wrijving. Yes. Wat was de formule voor F-schuif? F-schuif is zeg maar die weerstandscoëfficiënt, heet dat ding, keer de FZ. Okay. Dus wat ik hoop dat je hier aan onthoudt, sorry, dat als FZ groter wordt, zwaartekracht wordt groter, massa wordt uitgegroten, dan wordt ook automatisch die schuifweerstand wat groter. Dat is een weerstandscoëfficiënt. Ja, dit gekke ding hier. Weerstandscoëfficiënt. Zeg maar, je weet wat veerconstante is? Ja. Veerconstante is een constante van veer, zeg maar. En dit is zeg maar de constante die, zeg maar, tussen die bij, zeg maar, die stoel en bijvoorbeeld dat tapijt. Of de stoel en het ijs of woord. Ja, weerstandscoëfficiënt. Hoe werkt het dan met rubber? Eigenlijk is rubber, als ik hier zo hier rubber doe. Rubber heeft eigenlijk de eigenschap dat hij heel graag plakt aan andere dingen. Ik kan hem bijvoorbeeld ook hier zo, als ik nat rubber, zo tegen de ruit doe, dan blijft hij gewoon plakken. Oh, sorry. Ja, dan blijft hij plakken. Dat heeft namelijk te maken met, en dat water, het heeft te maken met, zeg maar, dat sommige dingetjes heel graag blijven plakken. Dus als ik rubber op iets heel glas leg, bijvoorbeeld ijs, dan zal het juist minder makkelijk schuiven. Ja? En dan al die werk, grote auto's, die rubber. Ja, rubber op auto's, omdat je meer grip hebt. Het laatste wat je wil is dat je, zeg maar, je bandjes gaan slippen. Toch? Dus daarom heb je rubberbanden, omdat ze heel goed plakken aan de weg. Het allermooiste zou zijn als je, zeg maar, hier stickermateriaal zou hebben. Want dat heeft een hele goede grip, maar die grip is dan weer te groot en dan komt hij niet meer, kan hij niet meer rollen. Dan wordt je rolweerstand weer heel groot. Oké. Okay. Ik denk dat ik genoeg heb verteld over het concept. Schuifweerstand. Schuif. Yes? Oké, okay, ik ga deze even wegvegen. Maar nu gaan we iets anders doen. We gaan deze met de heuvel. Ik heb net materiaal en dergelijke. Heuvel gaan we doen. En dat is een hele bijzondere. Want stel je voor, ik heb gewoon een plat vlak. Ik leg zo een boek neer. Nou, hoeveel krachten werk hierop? Terug van het boek. Keer G. 4. Oké. Welke 4? Nee, 2. Nee, kan dat de 4 werken hoor? Oké. Okay. Hou even vast dat de 4 kunnen werken. 4. Dat is helemaal geen gekke opmerking hoor. Maar normaal gesproken, als het ding gewoon lekker in rust is, dan hebben we hier een FZ die werkt lekker, is M keer G. En hier werkt, zeg maar, ik doe hem een beetje opzij, maar in het midden werkt hij. Dat noemen we, zeg maar, de F en normaal kracht. Als dat ding in rust ligt, dan betekent dat dat deze Fn is gelijk aan Fz. Mee eens? Ja. Een andere stift die we wat beter. De opmerking over vier krachten is overigens ook een hele goede. Want stel dat je mij zo ziet staan en ik ben hier zo aan het duwen. Ja, dan heb ik hier ook nog een F-spier, of een F-duw, of in ieder geval, en dan heb je hieronder, heb je een F-weerstand schuif. Ja, dat kan. Dus je kunt zowel 2 of 4 hebben. Maar nu, wie heeft een hele dure telefoon? Ik. Mag ik hem hebben? Ik heb een kluisje. Ah, jammer. Geef me dan maar die 10 euro regenmachine. Dat is niet zo erg als die stuk valt. Is niet van mij, is van Matthijs. Maar Matthijs is er niet, hè? Nee. Oké. Okay. Hé, er gaat iets gebeuren. Ik ga dit ding scheef doen. Er gebeurt nog steeds niks, hè? We kennen allemaal het concept glijbaan. Glijbaan is een scheef ding. En doordat hij dus scheef staat, gaat er dus kennelijk iets glijden. Maar hij gaat niet heel hard, hè? Dus die hoek, die geeft dus op een bepaald ogenblik, als ik hem zo doe, beweegt hij niet. Maar als ik die hoek iets
schever doe. Ja, dat klopt. Dan gaat hij heel langzaam gaat hij scheven. Als ik nou zo doe. Ja, oké. En als ik hem nou zo doe. Dan gaat hij met een versnelling van 9,81 naar beneden. Meter per seconde kwadraat naar beneden. Nou, dus die hoek die heeft iets te maken met hoe snel die naar beneden gaat. En wat zorgt er nou voor dat die naar beneden gaat? Zwaartekracht. Zwaartekracht. Dus eigenlijk gaan we die zwaartekracht gebruiken om iets naar beneden te krijgen. Hoek, zwaartekracht. Hoek, zwaartekracht. Wat hadden we vorige keer ook weer gedaan met krachten? Als ik twee krachten heb zo, dan kan ik zeg maar stippeltje, stippeltje, kan ik hier zo parallelogram maken. En dan heb ik dus de resulterende kracht. Deze is een beetje scheef, maar... en als ik zeg maar een kracht heb en ik heb twee richtingen zo, dan kan ik ook weer met die stippeltje, stippeltje, een parallelogram, kan ik deze krachten, kan ik weer ontbinden. Die kracht kan ik ontbinden. Dus kracht optellen, kracht ontbinden. En nu gaan we een hele speciale situatie doen. Dus ik heb hier mijn tafel, ik heb hier mijn rekenmachine. En ik weet een aantal dingen. Toch? Ik weet één. Ik ben niet aan het duwen. Dus gezondheid. Dus eigenlijk hebben we alleen maar twee echte krachten die werken. Zometeen gaan jullie zien dat het niet waar is wat ik nu zeg. Maar we gaan uit van deze situatie. Ik heb hier zo 1, 2 krachten. 2. Dus dan heb ik hier zo de zwaartekracht. Die gaat zo. Ik teken alleen maar even de richtingen. Ja, die gaat hier loodrecht op zo. Als je zegt van, ik ben het er niet mee eens, gelijk roepen. Je mag ook zeggen bullshit. Is niet zo netjes, maar dat mag. Normaal kracht. Nee, ik zeg, geef nog niet of die omhoog of omlaag gaat. Ik ga alleen de stippeltjes leiden. De werklijn. Dus die kracht die werkt langs deze lijn. Nou, we weten dat hij naar beneden werkt, maar ik heb nog niet aangegeven. Ik heb nog niet gezegd hoe lang het is. Mijn werklijn is die lijn waar langs die kracht werkt. Oké, okay. De werklijn van de normale kracht. Is die ook dezelfde als deze? Nee. Nee? Hij is toch altijd zo dik en dom? Hij is toch altijd hartstikke tegen de zwaartekracht in? Ja, hij staat op de kracht. Nee, oké, okay. En nu ben ik een beetje in de war. Wat? Ook staat hij op de. Oh ja, omdat het boek het zegt, hebben jullie niet eens gelijk. Oké, wat betekent normaal ook weer? Weet u nog wel met dat spiegelen? Stel je voor, ik heb een spiegel. Daar komt hier een lamp. Tjieep! En die lamp die gaat zo hierin. Hier stuiteren op die spiegel. En dan gaat die op een bepaald ogenblik zo terug stuiteren. Die lichtstraal. Hoek van inval, hoek van terugkaatsing. Wat had je nodig om zeg maar die hoek inval, hoek terugkaatsing? Roep het woord maar. Normaal. De normaal. Hé, normaal. En normaal betekent niks anders dan dat die loodrecht op het oppervlak staat. Dus als ik een normaal kracht heb, normaal kracht, dan staat het dus inderdaad loodrecht op dit oppervlak. Dus jullie hadden hartstikke gelijk. Dus dit is... Oké. En... Dit is bullshit. Ja, het was bullshit. Heel goed. Oh, deze was voor jou, sorry. Dus als ik dit ding zo scheef houd, dan schuift hij nog niet. Dus er is kennelijk ook een soort wrijvingskracht. Dus we hebben ineens gezegd dat er niet twee, maar er zijn drie krachten. Dus hier zo werkt er ook nog eens een keertje. Al de kleuren zijn hartstikke leuk. Volgens deze richting. In deze richting hebben we een wrijvingskracht. Nou word ik een beetje dol van al die richtingen. Groen, rood, blauw. Dus ik ga een beetje zoeken naar een richting... Of misschien wel een richtingstelsel waarvan ik zeg, oké, dit snap ik. Nou, jullie zijn ooit eens, toen jullie kleine pukjes waren, zijn jullie begonnen met dit soort grafiekjes. Toch? En dan zijn x en y. Die dingen die staan 90 graden ten opzichte van elkaar. Dat snappen we, dat kennen we. We gaan dit ook een beetje toepassen. Alleen gaan we het niet x en y noemen. Maar we gaan het noemen, zeg maar de richting, we gaan slim zoeken, hè. Deze staat die loodrecht op deze richting en deze, die groene, staat evenwijdig aan de richting. Dus als ik deze twee richtingen sowieso al pak, dan hoef ik alleen nog maar één kracht te ontbinden. Minder werk, jee. Wij zijn slim en efficiënt. Nee, we zijn niet lui.
Slim en efficiënt. Ik ga alleen maar die blauwe ga ik ontbinden. En al die andere, die rode laat ik zoals die is, die groene laat ik zoals die is. Hiervoor heb ik nodig dat ik twee richtingen ga definiëren. En dat is een richting die evenwijdig aan die helling is. Wat is het teken voor evenwijdig ook weer? Zo'n een S of zijn... Ik hoor een kruis? Nee, een S. Dit zo. Kortzachtige S. Nee, nog een eindstreepje. Hoe? Een streepje. Waar? Ja, die. Ja. Nee? Nee. Horizontaal. Dat steek van Loke. Horizontaal. Ja, ja, die. Nee. Oh. Ik weet ook niks, hè? Ik kom wel. Hier. Was het een S op zijn kop? Of dan een S op zijn kop? Een S op zijn kop. Nee, op zijn kop. Zo. Nee. Nee. Dat is van loodrecht. Dat is loodrecht. Ja, we wilden toch loodrecht? Nee, even. Oh, we wilden even verder. We wilden die andere. Is het dit? Dit zo. Ja. 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 Oh ja. Goed. Is dit? Dus allebei. Dus wat we nu gaan doen. Dat is gelijk aan, ja. Wat we nu gaan doen. Ik dacht dat is, we gaan deze richting zo. Gaan we zeggen, dit is zeg maar de richting van evenwijdig. En deze richting zo is de richting van loodrecht. Oké, dat is zo stom hier. Hè? Zo duidelijk allemaal. Ja, het is, je moet even omdenken. Nee, maar je schrijft het zo rommelig op, zeg maar. Ja. Je hebt kritiek over de manier waarop ik schrijf. Moet je elke woord zien. Ja. Hij vecht de helft maar uit op de. Ik krijg echt irritaties van. Ja, dan vecht je maar uit. Ik krijg echt irritaties van. Hij vecht altijd de helft uit. Nee, daar heb ik niet irritatie aan. Jawel, staat half wiskunde op het bord. Toch gewoon van, heb je dit nog nodig? En dan zegt iedereen nee. Maar, kijk, dit is nee, deze moet weg, sorry. Ik krijg echt irritatie van vrouw ook altijd. Zo. Ja, we zijn nu nog open. Leven. Ringetje hier zo, blokje. Nee, ik had het vooral over die dingen die je dan aan het eind deed. Die daar moet ik het gewoon weer even. YouTube nu. Netjes, zo. Ik heb hier, en nu ga ik hem wel tekenen, ik heb hier bijvoorbeeld een FZ. Ik heb hier een weerstand die kant op gaat. En omdat ik eigenlijk nog niet zo geïnteresseerd ben of dat hij hier aangrijpt, daar of daar, ga ik een truc uitoefenen. En dat is namelijk dat ik ga net doen alsof alles gewoon lekker in het midden werkt, in het zwaartepunt. Dat is een truc die mag, zodra je niet zegt van dat ding gaat draaien of zo, dan mag dat. Volgende paragraaf gaan we net even iets anders kijken. Maar nu zeg maar, weet je wat, ik heb hier nog een F weerstand. En ik heb dus kennelijk een normaal kracht. Ik weet niet hoe groot die precies is. F normaal kracht. We hebben hier zo de richting. Dat is zeg maar de evenwijdigheidsrichting. De richting evenwijdig aan de helling. En hier hebben we een richting. En dit is de richting die dus. Dat is de normaal kracht. Loodrecht staat. Dat is de normaal kracht. En dit is de richting van de normaal kracht. Correct. Oké. Nou, we hebben nog iets anders. Nou, we zetten hier bijvoorbeeld alfa neer. En alfa kunnen we bijvoorbeeld meten, dat is 30 graden voor mijn part, 30 graden. In dit geval. Oké, hier kun je wat mee. Je kunt hier gaan uitrekenen van, oké, wanneer gaat het ding precies glijden? Nou, dan weet je bijvoorbeeld wat de maximale weerstandskracht is. FW, nou, heel vaak krijg je die gewoon gegeven, laten we zeggen dat dat gewoon 100 newton is. Nou, als we hier iets neerzetten en die heeft dus bijvoorbeeld FZ is, ja, laten we zeggen 1000. Oké, dan kunnen we nu uit gaan rekenen als eerste. Wat is FN? Dan kunnen we uitrekenen. Wat is... zeg maar die zwaartekracht. Die zwaartekracht die zorgt dat hij dus naar beneden gaat. En we kunnen ook berekenen van, is die wrijvingskracht groot genoeg om hem tegen te houden? Is wrijvingskracht, is dat gelijk aan die FZ? Maar is dat FZ of al? Als hij naar beneden gaat. Ook als hij naar beneden gaat. Oké. Okay. Dus als die gaat glijden. Ja. Ik ga eerst beginnen met die normaalkracht uit te rekenen. Ik ga deze kracht ga ik namelijk ontbinden. Die FZ die ga ik ontbinden.
in twee richtingen, namelijk de richting evenwijdig, de richting loodrecht. Hoe doe ik dat ook weer? Nou, ik teken alvast die stippeltjes. Want dit zijn de richtingen waar ik hem langs wil ontbinden. Parallelogram tekenen. En dat doe ik nu eventjes helemaal uit het blote oog. Dat is natuurlijk hartstikke fout, je hebt die geel driehoek nodig. Maar zien jullie dat hier een parallelogram? Die had één lijntjes van FW. Deze, wat zeg ik? Dat die zo'n lijntje is van FW. Deze? Ja. Ja. Dus als ik hem zo uit elkaar zet, dan heb ik hier zo die zwaartekracht, die heb ik dus ontbonden in twee richtingen. Ik heb namelijk deze rode, zou zijn FZ. En om niet met al die dure woorden te spreken, naar beneden, evenwijdig, normaal, zo zeg ik dat dit FZ en de component van die FZ staat dus loodrecht. FZ loodrecht. En deze is niet duur, hè? FZ evenwijdig. We gaan even iets simpeler met elkaar praten. FZ evenwijdig, FZ loodrecht. Oké, ik kom nu bij deze. Want ik weet dat die F normaal, die moet even groot zijn als die FZ evenwijdig. Want anders vliegt dat blokje ineens de ruimte in. Toch? Want als je dan twee krachten hebt die niet even groot zijn, is er een resulterende kracht. En als je een resulterende kracht hebt, dan heb je dus ofwel een versnelling ofwel verandering van richting. Ja. Dus deze, die moet even groot, die blauwe van Fn, die ik overigens een beetje heb weggeveegd. Die Fn, die moet dus even groot zijn. En die Fz evenwijdig. En wat zeg ik? Ja, ik zei het verkeerd. Wat zei je precies? Nou, volgens mij was het FZ loodrecht, maar je zei het steeds evenwijdig, dus ik dacht, het ligt nou aan mij. Nee, het lag aan mij. Ja. Dus die rode FZ loodrecht moet even groot zijn als die normaal kracht. Oké, die gaan we uitrekenen. En nu ga ik eventjes een beroep doen op jullie kennis van driehoeken. Ik heb hier deze richting zo. Ik doe gewoon lekker even stippelen. Zien jullie overigens dat ik hier twee driehoeken heb? Ik ga gewoon ja, nee. Gewoon het ja-nee spel. Het wel ja-nee spel. Je mag ook zeggen. Driehoek, driehoek. Zien jullie dat het twee driehoeken zijn? Ja. Ja. Zien jullie dat deze driehoek en drie driehoek. Deze drie driehoek, driehoek, dat die dezelfde vorm hebben? Ja. Ja. Nee, deze is kleiner. Die is groter, maar zeg maar qua vorm, het is net alsof we deze zo gekanteld hebben en zo een beetje verkleind hebben. Meest of niet? Nee. Oké, weer een ja, hartstikke mooi. Jullie zijn het mee eens dat als ik een hoek van 90 graden, als ik die door tweeën deel, maar als ik hier 30 graden heb, dat hier dan 60 overblijft? Ja. Ja. Oké, nu ga ik rekenen. Nu mogen jullie niks meer zeggen. Nu is het klaar. Als ik deze grote driehoek, dan heb ik hier 30. Hier weet ik dat dit 90 is, dan blijft hier over 60. Oké, ik weet dat deze, nu gaan we andere driehoek pakken. Dit is ook 90. En nu ben ik benieuwd wat deze en deze hoeken precies zijn. Maar dat heb ik hier net gedaan. Want dit hier en dat hier is samen 90 graden. Dus dan blijft hier over 30 graden. En ze zijn gelijkvormig. En als ik hier dus 90 hou ik hier 60 op. En deze truc blijft de hele tijd terugkomen met dit soort hellingsvragen. Leuk man. Dus eigenlijk als je zegt van ik weet het niet meer, dan zeg je deze hoek hetzelfde als die hoek. Kijk gewoon even naar die vormpjes en zo. En nu wil ik eigenlijk weten, hoe groot is dan, zeg maar, ik teken hem even, deze teken ik even hier zo. Hoe groot zou dit zijn? Ik draai hem eventjes om. Dus ik pak hem zo, ik teken hem zo. Dus dit zou dus die FZ loodrecht zijn. Dit zou die FZ. Dit is de hele FZ. En dit is zeg maar die FZ evenwijdig. Dus
Stel dat deze 1000 is. Hoe groot is deze dan? En ik zeg niks voor, maar ik zeg... 1000. Wat zeg je? 1000? Moest het hetzelfde zijn? Hij is niet hetzelfde. Want als ik ofwel zo loop, ofwel zo omhoog ga. Zelfs als ik een berg oploop. Die is geen 1000, die is 1000. Die is 1000 min FZH. Nee, een kwadraat. 1000 kwadraat min FZH kwadraat. Ik ga hier even 30 neerzetten. Jullie weten het wel, maar. Top. Oh ja, 2. Alleen die nou ook al krijgen, joh. Ja, joh! Tuurlijk. Oké, dus je ziet hem, ik heb hem zo gepakt, ik heb hem zo gedraaid, dus dit hoekje is dat hoekje. Als je deze zo ziet, die FZ, loodrecht, is die aanleggend of is die overstaand? Aanliggend. Aanliggend, dus dan gaan we. Die is 500. Deze overstaat, staand. Dus deze gaan we nu gebruiken voor de FZ-dinges, evenwijdige dinges. En deze gaan we voor de FZ-loodrecht. Ja. Dus deze is niks anders dan FZ is dus gelijk aan die FZ-loodrecht. Is gewoon aan de normale FZ keer de cosinus van die 30 graden. Ja. Ja? En deze hier is FZ keer de sinus van de 30 graden. En als je dit kunt, kent, snapt, weet, dan heb je deze hele paragraaf te pakken. Deze hele paragraaf te pakken. Dus hiermee kunnen we zeggen van die normaalkracht is dus gelijk aan dit hier. De FZ naar beneden. Vraag nummer 2. Zeiden van ja, we gaan niet meer over dat naar beneden spreken, want het is deze hier. Dat is FZ loodrecht is gelijk aan FZ keer dus die cosinus. Waarom dat dan weer? Omdat deze hier, als ik hier een hoekje heb van 30 graden, deze, die zet ik nu weer zoals die ook werkelijk stond. Dit dingetje hier, die rode, die ligt aan de hoek van 30 graden. Nee, aanliggend. Cosinus. Dus als ik van deze, nu weer hoek van 90 graden, als ik deze wil weten, dan is dat niks anders dan die blauwe keer de cosinus van die 30 graden. Ik moet hem even zien en dan, dan ga je hem feilloos maken de hele tijd. De laatste vraag is, we gaan even uitrekenen. Deze was 100, had ik gezegd. En we gaan even kijken of zeg maar die FZ, evenwijdig. Ik zei het niet goed, of die FZ evenwijdig. Of die even groot is als die 1000. Wat is 1000? Want FZ was 1000 keer sinus 30. Dat is 500. Is 500. Dus dit is 500. Denk ik. Dus we... Is dat zo? Twijfel je? Ik twijfel niet aan je, maar nee, Stefan. Ik wil het graag zeker weten. 500. 500, hartstikke goed. Ja, hey, dit is niet hetzelfde. Dus ik zie eigenlijk dat die zwaartekrachtcomponent evenwijdig aan die helling is dus groter dan die wrijvingskracht. Onze conclusie is? Hij gaat glijden. Toch? Ja. Ja. Ja? Ja. Als deze kracht zeg maar groter is dan deze hier. Ja, zo. Dat, ik snap dat wel, maar ik snap niet hoe we erop zeggen. Nee, maar je moet even opkomen hoe dit precies werkt. Maar als je deze stappenplannen gewoon gaat volgen. En in het boek staat ook zo'n hoe doe je datje. Kun je hiermee ook de snelheid berekenen waarmee iemand naar beneden gaat? Ja, uiteindelijk wel. Tuurlijk. Je kan toch de FZ berekenen, want je hebt al ja, een constante van 9,81. Sterker nog, die moet je als ik zo die tafel helemaal zo zou houden, ga je dus met een versnelling. Voor de mensen die zeggen, dit interesseert me niet, gewoon hebben. Want het kan een beetje verwarrend werken. Moet je het weten? Nee, je hoeft hem niet te weten. Stel je voor, ik heb die tafel heb ik zo, en dan valt het ding naar beneden, 9,81. Meter per seconde, dat is versnelling.
Je weet nog met die flesjes die ik zo naar beneden liet vallen, dus in het begin maakt die massa niet uit. Ik had een half leeg flesje en een mega vol flesje. De dingen kwamen ongeveer tegelijk neer. We moeten één ding aannemen. Als ik hem zo doe, dan ga ik ervan uit dat er geen wrijving is. Dat moet ik doen. Want anders moet ik die wrijving ook meenemen. Maar als ik dus zoiets heb, dan heb ik dus, moet ik met die driehoek, kan ik ook zeg maar, die 9,81 kan ik ook in hoeken verdelen. Praat ik nou weer raadsels? Nee, uitleg. Oké. Als ik zeg maar die 9,81 gewoon zo naar beneden laat gaan, dan zal die helemaal niks tegenkomen. Hier gaat hij proberen om zeg maar een stukje zo te gaan, maar ook tegelijkertijd een stukje zo. Dus hij wordt een stukje geremd door die tafel. En er is maar een deel van die 9,81 die beschikbaar is om werkelijk die kant op te gaan. Dat heeft te maken met die hoek. Hoe meer verticaal die hoek staat, des te meer van die 9,81 dus beschikbaar is om gelijk naar beneden te vallen. En hoe platter die is, dan is er niks meer beschikbaar, want alles wordt tegengehouden door die tafel. Ja. Oké, dus ook hier zo gaan we weer werken met die cosinus en die sinus. Dus dit zou dan de, als dit 30 graden is, dan zou dit 30 graden zijn. Deze hangt, die ligt aan. Dus dit is cosinus. Cosinus keer die 9,81 keer die cosinus. En dit zou dan zijn 9,81 keer die sinus. Hey, stel je voor dat ik dat ga doen, dan zou dat bij 30 graden zou dit de helft zijn. Dus ongeveer 5 meter per seconde gedraaid. Oké, als ik de A weet, en er is natuurlijk met de A, is delta V gedeeld door delta T. Als ik hem hier zo loslaat en hij begint, dan kan ik daarmee zeg maar V gemiddeld is zeg maar V1 plus V2 gedeeld door 2. En als ik dan weet hoe lang dat ding is, zeg ik S is V gemiddeld keer T, dan kan ik die T uitrekenen. Is okay, is wel dit interessant. We zijn er niet op de lijn. Oké, 5. Dan kan ik hier zo. Dan moet ik wel weten hoeveel seconden die erover doet, bijvoorbeeld. Of ik moet even de eindsnelheid hebben. Ik moet een van die twee dingen hebben. Maar dan kan ik hiermee kan ik dus de V gemiddeld. Als ik de S heb, kan ik de T doen. En dan kan ik de delta V kan ik, berekenen. Delta V kan ik hier weer gebruiken. Zie je, dus deze drie dingen die zijn aan elkaar verbonden. Maar je moet wel een paar dingetjes moet je hebben. Op die manier kan ik dus de versnelling en de tijd kan ik aan elkaar zetten. En de tijd kan ik ook de afstand. Oké. Ja, kan ik opruimen? Yes.